Het podium gaat lukken voor Tom Dumoulin. Als we het verval logischerwijs laten vervolgen. Dus hier zie je hoe kapot Spulak wel zit. Zelfs geen glimlach. Nog niet het moment om te genieten. Nee, als het ook om seconden gaat, durf je misschien nog niet te juichen. Ja, het kan misschien op de officiële bevestiging wachten, maar van Marcella die ondertussen wel gehad heeft. Maar diep gaan. Ik kan zeer vervelend zijn en dan vraag kun je van meespreken? Ik heb ook wel momenten gehad dat het het lachen me ver af was. Ja, dit is de meest ontgoochelde man op de planeet momenteel. Je ziet het ook. De laat. Zich ook volledig gegooid. En misschien ook niet direct rekening houden met Spulak. Moest in eerste instantie voorbij Pinot geraken, moest Dumoulin afhouden. Dat is al het weer gelukt en dan komt daar toch Spulak om het hoekje kijken. Wat een ontknoping. Hij blijft er nog zeer rustig bij. Een coole Sloveen. Op zijn Kirjenkas. En hij moet natuurlijk wel nog de finish meemaken van Thibaut Pinot. En dan heeft hij op zich inderdaad geen verkeerde tijd. Nee, zeker niet hoor. Pinot rijdt op zijn niveau. Het is gewoon zo dat die drie anderen een fabelachtige tijd hebben gereden. Absoluut. Pinot gaat in de top 15 eindigen. En dat op zich is uitstekend. Nou, deze ronde was misschien iets te kort om die tijdrijders van zich af te houden voor Pinot. We hebben ook maar één bergrit gekend en zo Pinot 14e op 1 minuut 50 seconden. Komt hij toch bijna een half minuut tekort om dat podium nog te redden. Tom Dumoulin wint rit, net als de proloog op de tijdrit. Ja, mag met twee ritoverwinningen en nog niet het moment om te genieten. Nee, als het ook om seconden gaat, durf je misschien nog niet te juichen. Ja, het kan misschien op de officiële bevestiging wachten, maar van Marcella die ondertussen wel gehad heeft. Maar diep gaan, ik kan zeer vervelend zijn. En dan vraag kun je van meespreken? Ik heb ook wel momenten gehad dat het, het lachen me ver af was. Ja, dit is de meest ontgoochelde man op de planeet momenteel. Je ziet het ook. De laat. Zich ook volledig gegooid. En misschien ook niet direct rekening houden met Spulak. Moest in eerste instantie voorbij Pinot geraken, moest Dumoulin afhouden. Dat is al het weer gelukt en dan komt daar toch Spulak om het hoekje kijken. Wat een ontknoping. Hij blijft er nog zeer rustig bij. Een coole Sloveen. Op zijn Kirjenkas. En hij moet natuurlijk wel nog de finish meemaken van Thibaut Pinot. En dan heeft hij op zich inderdaad geen verkeerde tijd. Nee, zeker niet hoor. Pinot rijdt op zijn niveau. Het is gewoon zo dat die drie anderen een fabelachtige tijd hebben gereden. Absoluut.